dat je dat weet. Ik heb een verklaring bij me. Hij mag dat niet inzien vanwege de privacywet. Als jullie dat willen, politie of BOA erbij, doe ik gelijk aangifte tegen jou op basis van grondwet artikel 1. Oké. Ik mag gewoon naar binnen, toch? Ik mag niemand zonder mondkapje. Nee, binnen. Nee, dat mag, mag wel. Nee, dat mag de politie niet bellen. Ik mag, dat is discriminatie. Dat kan er niet doen. Dat mag wel. Dat mag ik niet. Dat mag wel. Dat mag niet. Ga maar uitzoeken op de Rijksoverheid. Ik luister naar mijn baas. Ga maar zoeken, ja. Ik luister naar mijn baas. Kruidvat heeft de regels. Wat ik wel en wat ik niet moet doen. Ja, dat ga ik wel doen. Ik, pas dat, de ik sta hier op mijn. Nee, dat doe jij niet. Dat doe jij niet. Jij voelt je hier als een machthebber. Nee, u heeft een powertrip. Ik ga daar. Nee, kijk, ik heb mijn verklaring hier. Zie je? Mijn verklaring. Ik vraag ernaar wat. Ja, maar jij wilt hem inzien. Ik ga niet in discussie met haar, dank u wel. Ik heb hier een verklaring. Ik mag nu naar binnen. Mag ik die map voor jou? Wat zei? Geef die map en die pen voor mij. Bedankt. Ja. Niet binnen. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Ik ga gewoon naar binnen, ze gaan de politie. Ja, ik mag. Nee, ik mag. Dus bellen de politie maar. Hij zit fout. Niemand gaat me moeten want arresteren. Dat gaan ze ook niet doen, want de regels van Kruidvat zijn dat we de beveiliger niet naar mag vragen. Dat is de regel. Ze mogen mensen niet weigeren als ze een verklaring hebben. En hij zit fout. Hij is strafbaar. Hij breekt de grondwet artikel 1, lieve schat. Hij doet aan discriminatie. Ze gaan je niet arresteren. Nee, ze gaan me ook niet arresteren, want ik hij zit fout. Missen. Anders ga ik gewoon mondkapjes weggooien. Anders ga ik gewoon mijn regel houden, ga ik een nieuwe regel maken. Ja, zie je? En ik wil een klacht tegen hem indienen. Dat mag, maar er zit er helaas niks mee op. Ja, maar toch wil ik een klacht tegen hem indienen, want hij zit fout. Jij zit klaar, ik ga geen discussie. Jij zit fout. Doe dan. Ja? Ik wil een klacht. Waar kan ik een klacht indienen? De klachten op onze site indienen. Ja, dat werkt dus niet, want ik heb in het verleden ook al een klacht ingediend over precies hetzelfde voorval in dat andere kruidvat. Ja. En dat heeft ook niet gewerkt. Dus ik wil nu weten voor welk bedrijf werkt hij. 020 Facility. Mag ik jouw beveiligingsdiploma zien of jouw beveiligings? Dat heb ik niet. Ik dan ben jij geen officieel beveiliger. Jij moet een pasje hebben. Wat ben je? Ik ben een gastheer. Je bent een gastheer. 020 Facility. Oké, dan heb jij helemaal. Dan heb jij helemaal geen recht om dit te vragen. Nee, je bent geen beveiliger. Je bent geen BOA. Je bent geen politie. Jij moet de regels kennen. Jij moet de wetten kennen. Wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Jij bent mijn. Wat is zijn naam? Zou ik hem misschien heel even doen? Wat is jouw naam? Jij. Wat is dit voor verdoezen? Nee, hij zit fout. Ik heb een verklaring, mevrouw. Wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Mijn naam is Mesut. Mesut? Als je mijn baas belt, dan weet je meteen 020 Facility Mesut? Ja, prima. Oh, prima. Ja. Kruidvat vandaag. Ja. Dat is...